Met de onthulling van een nieuw logo werd maandag de Zorgkringloop geopend. Een initiatief van de organisatie Zorg Totaal en gevestigd in het kringloopbedrijf OS aan de Maaskade. Bij de Zorgkringloop worden gebruikte zorgartikelen verkocht die bij mensen in de kast of op zolder zijn blijven staan. En dan gaat het om bijvoorbeeld rolstoelen, krukken, wandelstokken, toiletverhogers en verbandmaterialen. Dat soort artikelen kunnen tweedehands een stuk goedkoper worden aangeboden wat ook de gemeente Olsen een prima idee vindt, zo liet wethouder René Peters weten. Bij de opening was er ook een bloemetje voor de medewerkers van Zorgtotaal die hard hebben gewerkt aan de zorgkringloop.